Bedankt DJ Adriaan en DJ Casanova, jonge Bosgezant en Casanova. Die draaiden voor u de afgelopen half uur wat plaatjes. En daarvoor Zeeja met een heel mooi optreden. Ook nog bedankt aan Rod de Boer uit Bakken, of Makken bedoel ik. Hij woont in Amsterdam, daarom zei ik Bakken. Hier zien we de twee platen die we vandaag gaan besluiten van onze jubileum tour. 9 optredens hebben we in 4 kunnen doen. Hier zien we nog de Passepartout. Willen de mensen even hun vinger opsteken die alle 9 shows hebben gezien? Ja. Zijn er toch wel stukken wat? Ja. 2, dat telt niet mee. Maar ook nog wat mensen vandaag gestrand. Ik hoorde nog van Jeroen Klein van Excelsior, die wou met de trein vanavond of vanmiddag hierheen, maar die er was allemaal storen met de treinnet. Dus helaas. Is Jochem er wel uit Utrecht? Nee. Ook niet. Nee, zie je wel, die heeft ook niet het kunnen halen. Jammer. Dat heb je, ik heb ook laatst nog een theatertoertje gedaan met de trein, was één nou misère, maar ja, dan moet je maar een auto kopen. We kregen zo net nog een heel mooie taart van Vera. Ik wou Vera ook van hartstikke bedanken. Van ze hebben ons geweldig in de watten gelegd in de kleedkamer. Verzorgd met geweldige catering, ook geluid, begeleiding. Dus Vera, bedankt. Ja. Dat kon niet beter. Het is ook wel uniek dat ik 9 keer hier heb mogen optreden na dit jaar. Dat zal ook niet vaker gebeuren. Mag je ook niet hopen. Ja, we gaan dus 100 punten doen. Ik zal het even kort inleiden. Ja, hier zien we nog een foto gemaakt door Casanova. Die ben toen een dagje met hem op stap geweest en ik moest een pak aan en fiets mee. En dit zijn, ja, dit zijn 24 liedjes, dus mensen, ik zal me voorbereiden op een lange zit. Nee, ja, valt mee, het zijn allemaal korte liedjes van 1,5 minuut. Hier zie je de hand geschreven door mij titels. Ik zal even wat mensen bedanken nog. Er was een soort samenwerkingsverband van Hoopje Rock. Hier zien we Hedwig. Die heeft meegewerkt met het boekje van de Vera Offset. Hier zien we mei. Ja, het is zo'n 11 dagen, 27 juni 96 tot en met 19 oktober 96 hebben we het op 4 sporenrecorders opgenomen in Bayern. En in de Tweede Hunzenstraat bij een bier. Hier zie je de foto gemaakt door Nieke Vries. Die huisgenoot ben ik vergeten. Ik weet je, hoe heette die? Erwin, oké, okay, ja. Ik was in Bayern in Scootsie, heb ik 9 jaar gewoond, een paar jaar te lang, maar ik lachte daar dan wel, dus zo slecht was het ook weer niet. Casanova was een heel belangrijke man voor 100 punten. Hij hanteerde in 7 nummers de drumstokjes en heeft heel veel nummers opgenomen en ook nog gemixt. Hier zien we nog even een pauze, waar we even aan dammen. Casanova in Bayern ook. Jan Pier. Die heeft 6 nummers meegedaan, van mij wel meer nummers. Ja, op 9 nummers: de accordeon, banjo, basgitaar, drumsgitaar en synthesizer. En dus ook de nodige nummers bij hem thuis opgenomen, de 4 sporenrecorder. Hier nog een opname bij ons in de woonkamer in Bayern met Jan Pier. Niek de Vries, hier rechts van mij, die heeft ook 13 nummers meegedaan en ook al 3 nummers achter de knoppen. Hier zien we nog in 97 ook een optreden ergens in een café in Groningen. Henk Veenstra, Henkje Heinekens. Hier zien we Henk, die staat achter 7 nummers, achter de 4 spoorrecorder en heeft ook nog nummers gepast. Hier, kijk, hier zien we Henk achter de 4 spoorrecorder, achter de wereldkaart die ik ooit hoopte te gebruiken voor mijn tour, maar dat is alleen bij Nederland en België gebleven. Hendrik Jan, die heeft ook een paar nummers, 3 nummers meegebast, dacht ik, en ook wel gedrumd. En Henk Bies, is Henk Bies vanavond ook aanwezig vanmiddag? Nee. Henk Bies die was ook huisgenoot van Niek en mij. Ja, en die heeft ook een petje in het cd-boekje gereden van 100 punten. Hier zien we nog een mooie folder van Oetstadekkers. De Devilettes ook. En de beste cd ooit in Groningen gemaakt, verreweg, 100 punten. Ja. En hij werd toen gepresenteerd in Vera in de Kelderbar op Euroslag. Op 11 januari 1997. Hier zien we nog een recensie van Siebrand Vos. En dat is wel aardig, want hier zie je nog dat de Groningen surfformatie, de Chronio Devils en singer-songwriter Meijer Talma presenteren hun nieuwe cd in een uitpeilende Kelderbar tijdens hun showcase van de minuscule labels Oetstar en Cobra Records. En gisteren had je dan
Jan Kooi met zijn kookwerkers ook de Country Devils. En vandaar dan naar wij. Dus dat is mooi dat we nog steeds bestaan. En doorgaan natuurlijk. Hier nog een mooi plekje van Peter Wening. Nummer 1, 100 punten. Hier nog een bandfoto uit 97. En we zijn er weinig veranderd, zie ik. Oh ja, dan gaan we gewoon beginnen, denk ik. Ja, ik ga even... dat onderste balkje moet even weg. Nou, dat zal wel goed komen. Oké, we gaan beginnen zo. Ik ga even achter het orgel zitten. Hier zien we